geeft mij rust. Hij zorgt, hij is waakzaam op me in een positieve manier. Hij zorgt goed voor me. Hij houdt de boel in de gaten. Hij zorgt ervoor dat ik weer rustig kan slapen. Ik slaap ook rustiger. Ik heb minder nachtmerries. Ik heb ze nog wel, maar wel minder. Ja, dat hele pakket. Als ik niet lekker in mijn vel zit, dan gaat hij me afleiden. Nou, ik schijn met mijn handen te gaan knijpen. Als het heel spannend wordt of wat dan ook. Soms knijp ik ze helemaal dicht. Ik ga onrustig worden. Ik ga heel wild om me heen kijken. De Eerste Wereldoorlog is in West-Europa inderdaad wel een mooi startpunt. Omdat toen ook wel heel duidelijk bleek, door de intensiteit van de oorlog en de blootstelling aan de meest verschrikkelijke situaties jarenlang, dat behalve fysieke verwondingen, lichamelijke verwondingen, heel veel militairen ook te kampen kregen met mentale verwondingen. Toen vooral bekend onder de naam shellshock. Dat als je maar lang genoeg onder dat soort hele ingrijpende omstandigheden aan dat soort risico's werd blootgesteld en lawaai en dood en verderf, dat ieder mens dan toch wel een knakmoment had. En dat hadden heel veel militairen in de Eerste Wereldoorlog. En toen is ook vooral in landen als Frankrijk, Engeland en Duitsland is er ook heel veel meer aandacht voor gekomen. En dat heeft uiteindelijk toch wel geleid tot meer aandacht voor de psyche rond de Tweede Wereldoorlog. En toen is er bijvoorbeeld voor het eerst, en dat was ook in 1945 al, een neurosehospitaal ingericht in Austerlitz, hier vlakbij. Dus dan zie je eigenlijk al dat ook die Nederlandse krijgsmacht onderkent dat het bij een aantal militairen tot dit soort problemen leidt. En dat ze ook wel verplicht waren, om daar als mensen op basis van psychische klachten uitvielen, om ze dan een bepaalde behandeling aan te bieden. December 1995 sollicitatiepapieren ingevuld en 24 april 1996 zat ik al in dienst, in 3 maanden tijd. Toen speelde voormalig Joegoslavië al. Ik wist ook op het moment van keuring dat ik, als ik aangenomen werd, dat ik aangenomen werd voor uitzending. Ik wist al dat ik een jaar later op uitzending zou gaan en dat klopte tot op de dag. Er werd alleen gewaarschuwd, met name richting het thuisfront, van nou ja, als uw man, zoon, echtgenoot bepaalde dingen ziet gebeuren, trek dan aan de bel. Bijvoorbeeld het vluchten in werk. Maar wanneer merkte jij toen toch zelf dat het... Nou, eigenlijk was ik de dienst al uit. Ik werkte als vrachtwagenchauffeur. En ik ben met klachten van overspannenheid ben ik uitgevallen. Dat verbeterde zich maar niet. Dat na een week of 6, 7 mijn vader zei van jongen, ga eens naar het Veteraneninstituut. Nou, Nederland was betrokken bij de decolonisatieoorlog in het huidige Indonesië. Het was natuurlijk een Nederlands kolonie geweest, in opstand gekomen tegen Nederland. Dus 4, 5 jaar heel zwaar gevochten, 200.000 Nederlandse militairen ingezet. En een deel van die militairen, dat bleek al in Nederlands-Indië, Indonesië, die kregen wat ze toen noemden tropenkolder. Wat ze in shellshock in de Eerste Wereldoorlog noemden, noemden ze in Indië tropenkolder. Sommigen werden dan eerder naar huis gestuurd. Die kwamen dan terug in Nederland via de boot. Dat ging nog met de boot. Dus je was een aantal weken aan het varen. Dat ging dan vaak op een hospitaalschip. En dan kwamen ze op de kade in Rotterdam of in Amsterdam aan. En er was ook wel eens het idee van, nou, iemand heeft nu al 4 weken lekker een beetje kunnen genieten van de zeelucht. Misschien gaat het wel met iemand. Is het gewoon allemaal weer een beetje gezakt. En die kregen vaak ook gewoon de keuze, letterlijk, van joh, wat wil je? Wil je voor behandeling
naar het neurosehospitaal of wil je naar huis? Nou, dan kun je wel raden waarvoor ze gekozen hebben. De meeste van die Indië-veteranen, ook al hadden ze psychische klachten, dat ze zeg maar heel lang best goed in staat waren om redelijk te functioneren in die samenleving. Dus je ziet eigenlijk wel een soort onderdrukkingsmechanisme ontstaan. En eigenlijk duurde het bij de meeste van die mensen, duurde het gewoon totdat ze een jaar of 60 waren, toen ze met de FUT gingen of met pensioen gingen, dat in één keer die oorlogservaringen met terugwerkende kracht weer naar boven kwamen. Er klonk een schot. En de man viel in de kali. Ik was volkomen verbijsterd en met mij nog veel meer mensen. Dit hadden we niet verwacht. Nou, die tweede man die had natuurlijk gehoord wat er gebeurd was met de eerste. En die was zo verkramd dat hij zich met zijn nagels, zijn handen, zijn nagels, zo vasthield aan de aarde dat het wel leek alsof hij eraan vast zat. Ze moesten hem overeind sleuren. En dat heeft, ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat heeft diepe indruk op me gemaakt. Nederland ging rond 1980 voor het eerst met een bataljon naar Libanon. Het idee van de vredesmissie was dat de strijdende partijen die hadden ingestemd met de komst van de vredesmacht. Dus eigenlijk was er op dat moment voor het gevoel geen oorlog in dat gebied. Dus er ontstond zoiets van, nou, dat is allemaal niet zo heel gevaarlijk en lastig en moeilijk. Dus daar zullen ze wel geen klachten van krijgen. Alleen in de praktijk van die vredesmissie bleek dat de partijen zich natuurlijk lang niet altijd aan die bestandsafspraken hielden. Dat er werd geïntimideerd, dat er werd geschoten, dat mensen werden bedreigd, ook vredesmilitairen. Er werden mensen gegijzeld. Er kwamen mensen om het leven. Toen ontstond er aan de ene kant veteranenbeleid. Waarbij zeg maar, het uiten van waardering en het aanbieden van nazorg echt twee hoekstenen waren. En gelijkertijd zag je ook een beweging, en dat gaat in de jaren 90 weer verder. Als Nederland nog meer deel gaat nemen aan vredesmissies in Cambodja, in Bosnië en uiteindelijk Kosovo en op heel veel plekken op de wereld. Dat er ook zeg maar, binnen de krijgsmacht professionele aandacht moet zijn. Dus dat je mensen beter, psychisch beter moet voorbereiden op wat ze kunnen verwachten, wat er kan gebeuren, hoe ze kunnen reageren op moeilijke situaties. Dus die zorg voor, tijdens en na de missie, die moet professioneler voor de militairen zelf. En mochten ze desondanks later toch nog klachten hebben, dan moeten ze ook kunnen terugvallen op een systeem van veteranenzorg waar ze terecht kunnen. De buitenste geven me missies zwaar. S voor 1997, K voor 1999 en K voor 2000. Het veteranensymbool, de V. De draag-insigne gewonden. En de punten van de NATO-ster. Ik heb massagraven gezien. Ik heb ernstige verkeersongevallen meegemaakt in het konvooi. Waarvan zelfs eentje met een dodelijk afloop van een kind. Ja, dat is mij niet in de koude kleren gaan zitten. Dus, ja. Gaat hij dadelijk schudden, kun je nat worden. Ik ben een behandeltraject ingegaan bij het Sini-centrum. En dat was best heftig. Dat was best confronterend ook. Maar ik ben uiteindelijk sterker uitgekomen. De EMDR was het zwaarste van alle, vond ik het zwaarste van alle behandelingen. Ja. Het heeft bij mij niet met alles geholpen. Bepaalde trauma's hebben het wel geholpen en die heb ik een plekje kunnen geven. Maar ook dingen, daar werd ik werd al heel erg ziek bij het idee dat ik 14 dagen later weer een afspraak daarvoor had. Daar werd ik op een gegeven moment zo ziek en beroerd van, zo in de nachtmerries kwam te zitten, dat we dat besloten hebben om dat niet door te zetten. Want ik werd er eigenlijk slechter van in plaats van beter. Dus bepaalde trauma's hebben het goed geholpen. Daar heb ik een plekje kunnen geven en daar kan ik ook wel over praten. Maar er zijn ook dingen dat ik zeg van, ja, ik werd daar zo... En ik werd echt ziek tot kotsen toe. Dan werd ik s'nachts wakker en dan lag ik te kotsen. Ik had een emmer naast mijn bed staan waar ik in kon gaan kotsen. Maar zo erg, ja.
Dan moet je bij jezelf gaan afvragen, moet je dat wel doorzetten dan? En toen hebben we besloten om die behandeling te stoppen en daarin niet verder te gaan. Toen heb ik een intake gehad bij het KGF. Dat was best een pittige intake met die trainer. Want ze willen toch wel weten wat ze voor je kunnen doen. Wat de hond voor meerwaarde voor je zou kunnen zijn. Goed gesprek gehad. En na 24 uur werd ik gebeld dat ik op de wachtlijst stond voor een hond. En dat heeft een jaar geduurd. Echt bijna precies een jaar later belden ze op van er is een match. Toen heb ik wel even zitten huilen als een klein kind. Want ik was er... Dat deed me toch wel wat. Je ziet dat zeker in de jaren 90 is het best nog een taboe onderwerp. Allemaal hele stoere jonge militairen, die gaan op missie. En dan heb je altijd het idee van, ja, weet je, dat zal best wel iemand overkomen. Maar mij overkomt dat niet, want ik kan daar wel tegen. Als mensen klachten ondervonden, hadden ze toch de neiging om die te verzwijgen. Dan ben je een watje. Als jij daar dus niet tegen kunt mentaal, tegen het uitoefenen van je functie. En dan ben je voor je gevoel, heb je gefaald. Zeker mannen zijn natuurlijk niet zo heel erg sterk in dan. En zeker in die tijd niet. Iedereen hield het een klein beetje op een afstand. En wat ook bij Defensie een rol speelde in die jaren was van... Stel je voor dat we heel nadrukkelijk voortdurend die zorg gaan aanbieden aan... en aan militairen en aan veteranen die de dienst hebben verlaten. Dan krijg je allemaal simulanten en mensen die daar misbruik van willen maken. Die in één keer... Dus er was ook een soort achterdocht. Het heeft eigenlijk wel tot zeg maar, deze eeuw geduurd, voordat zeg maar, het taboe langzamerhand verdween. En dat zie je bijvoorbeeld in de laatste 10, 15 jaar heel nadrukkelijk. Dat zeker bij die professionele krijgsmacht, die ook naar Irak gaat, die ook naar Afghanistan gaat, allerlei plekken. Dat er een gedachte ontstaat van, je bent beroepsmilitair. Je kunt lichamelijk gewond raken, maar je kunt ook mentaal gewond raken. Kijk maar, dat zijn de pootjes voor machinegeweer, magazijnen, stalen. Anders smelten ze in de wapen. Wat we heel vaak kregen was een Mentex. En dat is eigenlijk een mentale training. Ze laten je filmpjes zien van GoPro, zeg maar dat ze ook onder vuur liggen. Ze laten je bijvoorbeeld foto's zien. Ze laten je bijvoorbeeld die bermbom, maar toen is afgegaan waardoor een Bushmaster, een groot Jeep-voertuig. Is weggeblazen. Daar heeft een van onze sergeanten gewoon ingezeten met een groep van hem. En die nam met de eerste 20 minuten nam die geen contact op, want die was gewoon buiten westen in dat ding. Ja, en die vertelt dan ook gewoon zijn belevenis, hoe die dat heeft ontvangen. En eigenlijk wordt het ergens wat ik op dit moment kan voorstellen, want als we kijken hoe IS dat deed, hoe IS bijvoorbeeld met die gevangenen omgaat, dat onthoofde, dat met die kinderen, die wat ze gewoon, jullie hebben al die filmpjes gezien, hoe die kinderen gewoon mensen vermoorden. En dat ze daar gewoon van allerlei verschrikkelijke dingen mee doen. Dan denk je ook van, dan moet je maar ooit eens een keer een grot aantreffen. Dat je gewoon binnenloopt en dat is gewoon één groot, die man in Bosnië zegt, gewoon één groot massagraf. Ja, dan denk ik dat je gewoon geen woorden hebt. Als jij het zwaar hebt of moeilijk, je hoeft niet per se op uitzending te gaan, dan kun je altijd met ons praten. Maar als je dat niet wil, dan kun je altijd naar een vertrouwenspersoon gaan. We hebben de BMW. Er zijn een heleboel uitwegen en de Defensie biedt je alle kansen. Als jij tegen je hogere zegt van ik wil dat, dan zijn er alle kansen voor. Erkenning was heel erg belangrijk. Ja, en ik heb die erkenning gekregen door middel van de dragers in je gewonden. Dat is een ministeriële onderscheiding die voor alle psychisch of lichamelijk gewonde mensen zijn. Maar dan moet het wel erkend zijn dat het door Defensie is gekomen. Ik denk dat Defensie goed zou doen om bijvoorbeeld een half jaar of een jaar na uitzending... Het thuisfront is de vraag van hoe gaat het met uw partner, hoe gaat het met uw zoon, wat merkt u aan hem? Ik denk als ze daar wat actiever op zijn,
dat je het wat meer kan opvangen, dat soort dingen. Want ik denk, want als ze mij zouden vragen, goh, hoe is het met je? Gaat toch goed? Ik ga toch niet zeggen dat er wat met je aan de hand is? En ik denk dat het thuisfront dat anders zou doen.